You are listening to Robert Bain's Bible Podcast, the info channel for church and society. Unpacking God's message, verse by verse. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je dat verhaal voor de eerste keer leest, maar misschien juist wel als je het voor de 80ste keer hoort of leest, dan zou je kunnen denken, ja, waar gaat het nou over? Wat is nou zo bijzonder aan wat hier gebeurt? Een soort van theologische les die Jezus geeft. En dan die vrouw die dat maar moet aanhoren. En wat is er nou zo bijzonder aan? Jezus spreekt een vrouw aan bij een bron, vraagt om water, krijgt dan allerlei tegenweer. Nou ja. Maar de eerste hoorders, de eerste mensen die dit gehoord hebben en de discipelen die dat hebben meegemaakt. We hebben dat stuk niet helemaal gelezen, maar de discipelen komen later terug en die zien dat Jezus met die vrouw gesproken heeft. Ja, daar ging een schok door ze heen. Een verhaal over de Messias, de Zoon van God, die daar ten eerste door Samaria heen gaat, wat je als vrome Jood niet doet. Daar zit gespuis. Het is niet alleen maar gevaarlijk, maar je maakt jezelf onrein. En Samaria is de plaats waar de Assyrische soldaten die Israël hadden leeggehaald eerst, die mochten daar een stukje land krijgen. En die dachten, dus lands wijs, lands eer, we gaan ook een soort van Yahweh-godsdienst beginnen. En de nakomelingen van die Assyriërs en wat er over was van het platteland, dat zijn die Samaritanen geworden. En de mensen in Judea halen daar hun neus voor op. Dat zijn onechte Joden. Ze doen alsof. Het is nog erger dan dat ze een eigen afgod dienen. Nee, ze doen alsof. Dat is nog gevaarlijker. Onrein. Als een Jood van Jeruzalem naar Galilea moest trekken, dan ging hij eerst naar de oostkant van de Jordaan. Hij trok liever door heidensgebied heen, om dan later weer naar het westen, naar Galilea, over te steken. Liever door heidensgebied dan door dat land van de Samaritanen. Nou, als dat al gold voor een gewone Jood uit Jeruzalem, des te meer natuurlijk voor de koning van de Joden, voor de Messias, die zal zich toch niet verontreinigen aan Samaria. Dat is de eerste schok die deze lezers hebben gekregen. Hoe kan hij het voor elkaar krijgen om naar Samaria te gaan? En de tweede schok is dat zijn leerlingen zijn weggestuurd naar die stad Sichar om daar brood te kopen. Brood, dat moet aan bepaalde eisen voldoen. Dat mag je niet zomaar bij de bakker kopen. Dat weet u ook van Joden in het heden. Brood wordt speciaal gebakken, want er mag geen varkensvet in zitten. Geen vetten van dieren die niet koosje geslacht zijn enzovoort. Brood kun je dus niet kopen. Nou, maar die discipelen zijn onderweg om daar een paar broodjes te halen bij de dichtstbijzijnde bakker in Sichar, waar die vrouw ook vandaan komt. De tweede grote schok. Het is geen schok dat Jezus vermoeid bij die bron zit. Het is geen schok dat die vrouw daar in het midden, nou ja, misschien wel een schok. Want wat doet ze daar in haar eentje op het midden, op het heetst van de dag, om water te putten? Vrouwen doen dat samen. Die doen dat niet in hun eentje. Die gaan er met 6 of met 10 of met 12 op uit om dan achter elkaar water te putten. Nou, doen ze niet op het heetst van de dag, ben je gek. Dat doe je 's morgens vroeg. Als het helemaal nog niet zo warm is, dan kun je die tocht makkelijker maken en dan haal je vers water uit die bron. Maar die vrouw komt in haar eentje in het midden van de dag. Waarom doet ze dat? Nou ja, omdat ze die andere vrouwen niet wil tegenkomen. Die andere vrouwen willen haar niet tegenkomen. Daarom komt ze in haar eentje 's middags. En dan zit er ook nog een Joodse man daar bij die put. Ik zag gisteren een filmpje. Amerikanen zijn er goed in, die maken dan een filmpje. Dan kun je zien hoe dat ongeveer gebeurd zal zijn. Nou, die put is ongeveer deze doorsnede, 1 meter, 1,5 meter. En in dat filmpje zat Jezus op de rand van die put. Dus die vrouw komt eraan lopen.
met een soort van leren emmer om het te putten en een kruik om die te vullen. En die ziet daar Jezus zitten. Ja, daar kan ze niet langs, daar kan ze niet bij. Dus in dat filmpje staat Jezus dan op en maakt een gebaar, ga je gang. Zo zou het gebeurd kunnen zijn. En die vrouw begint water te putten. Met in haar achterhoofd, daar zit een Jood daar. Wat doet hij hier in Samaria? Wat is dit voor rare man? Wat zou mij hier nog aan gevaar kunnen dreigen? En ze put dat water dan maar, ze trekt die leren zak omhoog en vult die kruik. En plotseling wordt ze nog aangesproken ook. Schok nummer 3, die door die eerste hoorders heen gegaan moet zijn. Waarom doet hij dat nou? Die vrouw aanspreken. En die vrouw geeft nog antwoord ook. Ze had er spullen achter moeten laten, moeten weghollen. Dat zou de gepaste reactie zijn geweest. En nog erger, schok nummer 4. Dan vraagt hij aan haar of hij wat te drinken van haar mag krijgen. Nou, hij heeft zelf niks. Geen beker bij zich om het water in te doen. Dus dat moet hij van die vrouw krijgen. En dat was ten strengste verboden. Je hield je afstand van die Samaritanen. Je mocht geen kopje van ze gebruiken. Geen vork, geen mes aanraken. Dat was allemaal verboden. Kijk, als wij dat horen, dat verhaal, ik heb niet aan u kunnen zien dat u diep geschokt bent over wat Jezus doet. We zijn eraan gewend. We vinden dat doodnormaal, dat Jezus, de Verlosser, de Christus, de Zoon van God, zich ook met deze vrouw bemoeit. We zijn eraan gewend om een Nieuw Testament te lezen waarin voor het eerst in die lange geschiedenis van het Jodendom van Israël, dat hier een leraar in Israël rondloopt, die vrouwen niet ziet als iets op de tweede, derde of vierde plaats in het leven. Joden van die tijd, die hadden een heel bekend gebed elke ochtend. Heer onze God, ik dank u dat u mij niet als een vrouw gemaakt heeft. Dat God als een bijzondere zegen. Daar hebben ze later nog iets aan toegevoegd, de tweede regel, die vrouwen mogen zeggen. Heer, ik dank u dat u mij gemaakt hebt zoals ik ben. Maar oorspronkelijk stond het toch maar mooi, dat u mij niet als vrouw gemaakt hebt. Dat zou wel heel erg geweest zijn. Maar Jezus spreekt, en we zijn het gewend, vrouwen normaal aan. Spreekt normaal met Martha. Laat Maria aan zijn voeten zitten, Maria Magdalena. Zelfs zijn hoofd, dat laat hij allemaal toe. We zijn eraan gewend. De eerste lezers in die eerste eeuw, die hebben daar schande van gesproken. Een rabbijn die tegen een vrouw spreekt, haar onderwijs geeft en haar om iets te drinken vraagt. Dat alleen al was een revolutionaire stap. Jezus is niet voor vrouwenrechten gaan demonstreren. Hij heeft geen wetswijzigingen voorgesteld in het Sanhedrin, maar heeft door zijn voorbeeld laten zien wat Gods gedachte is, wat Gods werkelijkheid is. Deze vrouw ontmoet hem, maar daarmee is het nog niet voorbij. Dat zou mooi zijn geweest. Hij krijgt wat te drinken en gaat weer weg. Maar nu ontstaat er een heel bijzonder gesprek. Dat wil ik een beetje uitpakken. Laten zien hoe bijzonder dat is. Want als je dan even bent bijgekomen in die tijd, van die schokken die je hebt gekregen, van dat verhaal tot dusver. En als je je oren nog open hebt, dan hoor je nog weer wat heel bijzonders. Jezus negeert die hele kwestie van Samaritaan en Jood zijn waar zij het over heeft. De vrouw had het hem immers gevraagd. Hoe kan dat nou dat jij dat aan mij vraagt? Dat je mij te drinken vraagt? Jezus had een hele verhandeling kunnen beginnen over Samaritanen en hoe dat gekomen is. En dat hij andere plannen had enzovoort. Doet hij niet. Hij gaat rechtstreeks naar het doel toe. Als Jezus mensen ontmoet, dan ziet hij bij hen niet die oppervlakte vragen die ze hebben. Die oppervlakte problemen die ze hebben. Ik ben een vrouw, ik ben een Samaritaan, ik word geminacht in het dorp waar ik woon. Dat zijn haar oppervlakteproblemen. En die zijn zwaar genoeg om er elke dag diep onder te lijden. En Jezus negeert het. Hij legt niet uit waarom hij het vraagt. Zijn antwoord aan haar is, als u de gave van God zou kennen, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, dan zou u aan hem hebben gevraagd. Die vrouw denkt, ik moet de dorst van deze Joodse man zien te,
te lenigen. Ik moet water aan hem geven, daar vraagt hij om. Het gaat om zijn nood. En Jezus wijst er hierop, nee, ik ben hier, ik moest hier zijn, niet om mijn nood, maar om de jouwe. Hij is hier voor haar, niet zij voor hem. Als je dat nou echt begrepen zou hebben, zegt hij tegen haar, het wonder van deze ontmoeting, het bijzondere van mijn persoon, als je dat nou begrepen zou hebben, dan zou je weten dat bij hem, bij mij, de vervulling van je diepste verlangens en de oplossing voor je diepste nood ligt. De vrouw heeft het erover dat ze Samaritaanse is en hoe zit dat nou en waarom spreek je me aan enzovoort. Maar haar nood ligt veel dieper. Uitgestoten, zonder een weg naar vergeving en bevrijding, wonend in dat dorp met een man waarmee ze niet getrouwd is, met de herinnering aan 5 begrafenissen van 5 andere echtgenoten vermoedelijk, of de schande van 5 echtscheidingen, we weten het niet. Dat is haar nood, dat ze daar in het midden van die dag in haar eentje water moet putten. Daar ligt haar nood in en Jezus komt voor haar. Als u de gave van God zou kennen. Alleen al die uitdrukking gave van God is zo prachtig. Kijk, als Jezus nou een fariseer was geweest, dan zou hij haar meteen hebben toegesproken, als hij dat al gedurfd zou hebben, als hij al met een Samaritaanse vrouw had durven spreken, maar dan zou de fariseer gezegd hebben, we gaan het eens even haar fijn uitzoeken, hoe jij je leven moet veranderen. Om te beginnen die man eruit. En netjes trouwen misschien met iemand anders, dat gaan we wel regelen. Dat moet wel een Joodse man zijn, dan schiet je er nog niks mee op. En dan moet je maar uit dit dorp weg, want dan word je toch alleen maar verontreinigd. En dan ga je maar dat bad van de proseliet ondergaan en dan maak ik een echte Jood van je. Moet je al je familieverbanden, al je kennissen, alles achterlaten. Dit leven achterlaten. En dan maar kijken of je in Judea misschien nog een plekje kunt vinden. En dat begint met een 3-jarige training. Die krijg je dan van de vrouw van de fariseer. Zodat je precies weet hoe je aan de wet van Mozes moet houden. Dat zou die fariseer gedaan hebben. Hij herkent die nood wel. Och, hij overdrijft hem zelfs nog. Jouw nood is dat je Samaritaan bent. Dat is al erg genoeg. En dan ben je ook nog een zondares. Dat is nog erger. En dan ben je ook een beetje opstandig en onbescheiden. Dat viert je niet. De fariseer had een mooie oplossing gevonden. Hij had er een programma van levensverandering van gemaakt. En om te beginnen had hij er haar fijn uitgelegd hoeveel geboden van het Oude Testament zij inmiddels had overtreden. Want zo waren die fariseeën ook wel. Even precies vertellen waarin je faalt. Wil ik dat eens vertellen waarin je faalt? Dan knap je van op. Vertellen wat je allemaal fout doet. Wat je niet laten kan. En als je nou helemaal diep in die put belandt. Nou, misschien kan ik dan voor jou een trap aandragen, waardoor je jezelf weer omhoog kunt tillen. Moet je wel zelf doen. Moet je met eigen inspanning doen. Jezus zegt niks daarvan tegen die vrouw. Hij zegt van, kijk, het gaat om de gave van God. Het gaat om een geschenk dat hij geeft. Niet een nieuwe ladder of een nieuw programma voor levensverandering. Niet om nieuwe eisen, een nieuwe wet. Je hoeft niet eerst diep door dat zondebesef heen te gaan. Je lijdt er genoeg onder, dat weet hij van haar. Dat ze lijdt onder alles wat fout gegaan is in haar leven. Er hoeft niet nog een keer de nadruk op gelegd te worden. Als je de gave van God zou kennen. Hij probeert naar het hart van die vrouw door te dringen. En te zeggen, wat mis je nou ten diepste? Niet water, niet sociale erkenning. Maar rust voor het geweten. Dat die zonde in je hart en die afstand tegenover God, dat die wordt weggenomen en wordt overbrugd. Dat je je weer het geliefde kind van jouw schepper kunt voelen. Daar draait het om. Als je de gave van God zou kennen, dan zou je het aan hem hebben gevraagd. Dat is het enige wat nodig is. Je moet het aan hem vragen en dan wil hij het zomaar geven. Want die barrière van het vragen is zo hoog. En dan zou je levend water hebben gekregen. Levend water, water dat reinigt, water ook als beeld van Gods woord, water van de wedergeboorte, daar heeft Jezus net met Nicodemus een heel gesprek over gehad. De vrouw begrijpt het nog niet meteen,
Levend water is een prachtige dubbelzinnige uitdrukking. Dat is het woord dat Joden gebruikten voor stromend water. Je had een put waar regen in viel, dat was geen levend water. Maar een put die gevuld werd, gevoed werd door een onderaardse bron, dat was levend water. En als je je wilde reinigen volgens de Joodse wet, dan had je levend water nodig. Dus een of andere bak of badruimte die gevoed werd door een bron van, door een beek van buiten. Ze begrijpt er helemaal niets van. Ze denkt dat hij spreekt over water dus uit een beek. Dus zegt ze, u hebt geen putemmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levend water vandaan? Ze begint eigenlijk heel fel van zich af te bijten. Ook zo mooi. Jezus probeert haar aan te spreken op dat diepste verlangen en de diepste zorg van haar hart. En ze kijkt er gewoon overheen. Ze is niet gewend dat met haar wordt gesproken over de dingen van het hart en de dingen van de geest. Ze is misschien alleen maar gewend dat er minachtend naar haar werd gekeken, dat ze werd uitgescholden of dat ze gebruikt werd als een halve slavin. Doe dit en doe dat. Ze is niet gewend. Zeker niet dat een Joodse man met haar een gesprek begint over wat zij nodig heeft, over haar hart, over haar problemen. Dus begrijpt ze het ook niet. Waar haal je nou dat levend water vandaan, Jezus? Je hebt niet eens iets bij je om te putten. Hoezo levend water? Bent u soms groter dan onze vader Jacob? Ja, hij is het. Maar Jezus negeert alles wat ze zegt. Prachtig. Hij negeert alles wat ze zegt. Het is allemaal oppervlakte. Het is allemaal een poging van die vrouw om maar niet bij dat pijnlijke punt te komen. Dat pijnpunt in haar hart van wat haar werkelijk dwars zit en wat haar werkelijk ontbreekt. Jezus gaat gewoon door. Als je van dit water drinkt, heb je elke dag opnieuw nodig. Je zult weer dorst hebben. Je moet drinken van een ander soort water. Hij maakt het toch duidelijk dat hij het over iets heel anders heeft. Over een geestelijke zaak heeft. Iets van het hart. Iets wat je hele leven raakt. En niet alleen maar de oppervlakte. Je zult in eeuwigheid geen dorst hebben van het water dat hij geeft. Nee, het zal zelfs worden tot een bron van water die springt tot in het eeuwige leven. En dan gaat die vrouw zelfs spotten. Spot en boosheid om maar weg te blijven van het echte probleem, van het echte probleem in haar hart. Dat is wat je hier ziet. Verzet tegen deze Jood die plotseling met haar over geestelijke dingen spreekt. Oh, geef me dat water maar. Heb ik nooit meer dorst, hoef ik nooit meer te putten. En het is duidelijk dat ze er helemaal niet in gelooft dat Jezus een dergelijk water aan haar kan schenken. En nou komt het pijnpunt. Jezus bevestigt niet hoe die vrouw is, en hij keurt het niet af. Hij maakt het wel helder en openbaar. Hij zei tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. Dat is het pijnpunt. Al die zaken die mis waren gegaan in haar leven, al het verlangen wat ze had naar verzoening, naar rust, naar acceptatie, naar liefde, die heeft deze vrouw waarschijnlijk gestopt in die man die het voor haar doen moest. In die man die het haar kon schenken. De rust en de zekerheid en het sociale aanzien enzovoort. Dat is voor haar het anker geweest. Waarbij haar leven tot rust kon komen. Nou, 5 maal is het mislukt. We weten niet of het mannen waren die slachtoffer werden van geweld in die tijd. Of dat het mannen waren die, zoals het gebruik toch ook wel was, om de minste of geringste reden een echtscheiding konden aanvragen. Je kon in die tijd sommige delen van het land een echtscheiding aanvragen. En die kreeg je ook van de rabbijnen als je vrouw het eten had laten aanbranden. Hoeveel van u zou nog getrouwd zijn als dat een reden van echtscheiding was? Ik was al 25 keer gescheiden hoor. Dus er is een reden voor, dat is de angst van haar hart, daar draait het voor haar om. Zij zoekt het daar. Ze zoekt het bij een mens. Bij die man die haar beschermer had moeten zijn. En die het dus niet was. Dus ze is blijven zoeken. Nou heeft ze een man die blijkbaar niet geschikt is
om mee te trouwen. Dat mag hij niet volgens de wet. Misschien is hij zelf alweer een gescheiden man. Nou, dat kan heel ingewikkeld zitten. In ieder geval kan ze met hem niet trouwen, maar ja, ze heeft toch iemand nodig. Dus is hij maar bij haar ingetrokken. En de hele buurt spreekt er schande van. Het is een luilak. Want die vrouw in haar eentje, die waterput, waarom gaat die niet mee? Waarom draagt hij die kruik niet? Het is geen gelukkige relatie die ze heeft. Maar het is op die relaties dat ze alles ingezet heeft. Dat moet de verlossing zijn. Veiligheid. Iemand die je kunt vertrouwen. Iemand die jou lief heeft boven alles. En dan moet ze het erkennen. Dan laat ze die pijn toe. En dan zegt ze, ik heb geen man. Ze weet het, die man die daar nog in Sichar zit, die is niet echt haar man. Die gedraagt zich niet als haar man. Die geeft haar niet wat ze nodig heeft als vrouw. En die vijf anderen zijn vertrokken of gestorven. Ik heb geen man. Als dat nou weer een fariseer zou zijn, dan zou die zeggen, nou precies, en dat gaan we nou oplossen. Want die man moet je de deur uitzetten die je nu hebt. Maar Jezus zegt, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. En hij blijkt haar helemaal te kennen. En al bevestigt hij haar leven niet. Hij zegt, nou ja, je hebt tenminste dan iets. Je hebt tenminste nog iemand thuis zitten. En hij verwerpt haar niet. Hij zegt niet, ja, wat een gigantische zonde bega jij nou door te gaan samenwonen met die man die helemaal niet geschikt is, die helemaal niet trouwen mag of wat dan ook. Hij verwerpt haar niet. Maar hij bevestigt haar ook niet. Hij zegt niet tegen haar, nou je hebt toch nog die ene. Je hebt toch nog die ene man thuis waar je wat aan hebt. Vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. Dit hebt u naar waarheid gezegd. Kijk, nou zijn we bij het punt. De vrouw die in die mannen haar geluk gezocht heeft en het nooit kon vinden. En die nu een aanbod krijgt van de Heer Jezus. Dat water van het eeuwige leven. Die gave van God, die bevrijding voor haar hart, voor haar besef van zonde, die bevrijding in alles wat die relatie met God betreft, dat is wat hij komt aanbieden. Ik zou wel willen met u dat hele hoofdstuk tot in detail door te nemen, maar we moeten ergens eindigen. Maar eigenlijk een klein sprongetje, dan is even die discipelen. Met die vrouw komt het helemaal goed. Want het is bij deze vrouw dat Jezus zichzelf voor het eerst bekend maakt. Heel bijzonder. In het hele Johannes-evangelie, zelfs bij Nicodemus niet, in Johannes 3, zegt de Heer Jezus wie hij is. Ook niet als ze het hem vragen. Maar die vrouw spreekt over de Messias en Jezus zegt, ik ben het die tot u spreekt. Ik ben de Christus. En dan komen die discipelen eraan. Kostelijk. Die zijn in hetzelfde dorp geweest als waar die vrouw vandaan komt. Die hebben daar hun broodjes gehaald en hun beleg. Want het is lunchtijd, dus er moet gegeten worden. Ze hebben daar verder niemand aangesproken, want ze voelen zich wat, nou ja, verkrampt om daar in zo'n Samaritaans dorp rond te lopen. Ze hebben waarschijnlijk onderling gemopperd. Konden we niet nog even doorlopen, Samaria uit, moeten we nou hier in dat Samaritaanse dorp wat gaan kopen? Nou ja, de Heer, de Meester zegt het, vooruit dan maar. Ze hebben de blikken van alle mensen vermeden. Ze hebben dat geld maar even op de toonbank geworpen en zo snel mogelijk die winkel weer uitgelopen. Geen hartelijk contact, geen verkondiging van het evangelie, niet mensen aanspreken op straat, nou je er toch bent. Ze hebben toch wel wat te vertellen over de Heer die zij kennen. Hebben ze niet gedaan. Dan komen ze terug en dan zien ze Jezus in een, ja, dat moet toch voor een aanblik zijn geweest van een intiem, een vriendschappelijk gesprek met een vrouw. Misschien hebben ze vlak naast elkaar gezeten. Misschien hebben ze elkaar aangekeken en hebben ze gestaan bij die put. En die discipelen zien dat. Een heel hun bange gevoel over Samaria slaat nu even om in verbijstering over die Heer van ze. Het is al erg genoeg dat hij onder die winkel stuurt. Maar dan staat hij ook nog met een vrouw te praten. En dat is duidelijk een Samaritaanse vrouw. En die is er in haar eentje. Wat doet die Heer toch? Nou, die Heer komt vertellen dat er een gave is die God geven zal. Die het diepste probleem van deze vrouw oplossen zal. Haar zondebesef, haar schuldbesef, haar gevoel overal buiten te staan. Het zal allemaal worden weggenomen als de Messias komt en hij is er.
vrouw gaat naar die stad toe. Die vertelt aan alle mensen, ik heb iemand ontmoet. En die wist precies wat er met mij aan de hand was. Dat moet toch de Christus zijn. Voor het eerst in een hele lange tijd spreekt zij de mensen van haar dorp aan. En wat nog mooier is, die mensen die luisteren ook nog. Die zeggen niet, wat een rare praatjes heb je nou. En dat is toch dat malle mens die met die jongen samenleeft daar. Nee, ze gaan allemaal de stad uit om deze mens te zien waar die vrouw over spreekt. Laatste wat ik wil zeggen. De Heer heeft tegen de vrouw gezegd, er komt een uur en het is er. Dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Er komt een uur dat God werkelijk bekend zal zijn zoals Hij is. Dat we Hem als Vader zullen mogen toespreken. Elke keer als in het Johannesevangelie over een uur wordt gesproken, gaat het om de kruisiging. Mijn uur is nog niet gekomen, zegt hij een aantal keren. Dat wil zeggen, de dag van mijn kruisiging is nog niet gekomen. Hier spreekt de Heere op een verborgen manier over de dag van zijn kruisiging. Er komt een uur en het is er. Het is al aanstaande. Het zal onvermijdelijk nu komen. En daarop is die gave van God gebaseerd. Daarop is die vergeving die die vrouw ontvangen wil gebaseerd. Ik vraag me wel eens af, hoewel je hebt geen houvast in de Bijbel voor dat soort fantasieën, maar ja, predikanten fantaseren ook wel eens hoor. En dan denken ze, hoe zou het nou verder gegaan zijn met die vrouw? We horen niks van haar, we horen haar naam niet en wat ze later gedaan heeft. Zou die vrouw uiteindelijk in Jeruzalem beland zijn? Omdat ze toch dicht bij deze Heer wilde blijven? Zou ze die man uit haar huis gegooid hebben? Maar ja, het is toch niet goed hè, wat we hier hebben. Eigenlijk deug jij niet voor mij. Ik moet een andere weg opgaan. Zou ze naar Jeruzalem gegaan zijn? Net in de week dat de Heer Jezus werd gevangen genomen, bespot, geslagen en gekruisigd. Zou ze dat op een afstand samen met die andere dappere vrouwen gezien hebben? Wat zou ze dan gezongen hebben? Tegen die Heer die daar voor haar en in haar plaats gekruisigd werd. Die haar zonde, haar schuld, alles wat tussen haar en God in stond, droeg en wegdroeg. Zou ze dan gezongen hebben? Wat zou ik zonder u geweest zijn? Dan was er nog steeds die arme, verlaten, bespotte, geminachte vrouw geweest in Sichar. Die niet werd geaccepteerd en door haar eigen vriendje niet werd liefgehad. Zou ze gezongen hebben, hoe zou ik zonder u bestaan? U hebt mij een nieuw bestaan gegeven. Nieuwe kracht om te leven, een nieuw leven met een heel ander uitzicht, met een heel ander vergezicht, met een hele andere toekomst. En ze weet het, ik zou ten prooi zijn geweest aan angst en vrees en ik zou eenzaam door die wereld gaan. Mijn liefde zou tasten in den blinde naar de volgende man bij wie het misschien dan zou kunnen lukken. Ze zou het geweten hebben, een afgrond lag dan in het verschiet. Het zou alleen maar erger geworden zijn in haar leven. Maar ze heeft een trooster gevonden die werkelijk wist van haar verdriet. Ze heeft een heiland gevonden die werkelijk wist van haar zonde en schuld. Ze heeft een Heer gevonden die haar lief had door zijn leven voor haar te geven. Zou ze dat gezien hebben in Jeruzalem bij het kruis? Zou ze dat gehoord hebben later van de opstanding van de discipelen? Zouden ze in Samaria het opstandingsfeest gevierd hebben? Misschien wel. Lezen we in Handelingen, Samaria heeft een gemeente gekregen. De gemeente in Jeruzalem vindt dat nog maar niks in het begin. Er is een gemeente ontstaan daar. Dus misschien heeft ze dat derde couplet ook kunnen zingen. Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid bij water, woord en brood en wijn. Omdat ik weet van zijn nabijheid, waar twee of drie vergaderd zijn. Zusters en broeders, die vrouw uit Samaria, dat zijn wij. Elk van ons. Met een diep verlangen, met een poging om ergens in het leven dat diepste geluk te vinden. En uiteindelijk, God zij geprezen, de ontdekking dat het te vinden is in Hem, in zijn onvoorwaardelijke liefde, in zijn tocht naar Jeruzalem, naar het kruis.
in zijn overgave voor u en voor mij aan dat kruis. Daar is het gevonden. Daar wordt het ons gegeven. Daar is de gave van God die al het andere in het leven verre overtreft. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.